Het gaat hard, hè, met Kevin Janssens. Ik heb eens de telling gedaan. 17 films en 19 reeksen. Op hoeveel jaar? Op 15? Dus op 15 jaar ongeveer. 16 jaar ongeveer. Valt nog mee. Dat is een film en een reeks per jaar. Ik heb altijd wel chance gehad, zeg, in mijn... als het over werk gaat of zo. Ik ben enorm kritisch nog altijd op mezelf en enorm onzeker nog in mijn werk. En dat, ik denk dat die onzekerheid mij op een of andere manier wel wakker houdt. En ervoor zorgt dat ik er altijd wel 100% voor blijf gaan en niet op mijn lauweren rust. Of zo. Maar de onzekerheid van Kevin Janssens die is redelijk legendarisch, hè? Ja, die is wel geminderd. Die is geminderd, maar die moet er ook zijn. Die moet er gewoon zijn. Maar dat is niet alleen in mijn werk zo, dat is in mijn privé ook zo. Als ik dat tegen mensen zeg dat ik onzeker ben, dan geloven ze dat niet. En waar komt die vandaan? Ik heb wel het gevoel gehad vroeger dat ik mij moest bewijzen. Ik moest bewijzen dat ik dat kon. Ik moest bewijzen dat ik dat... Dat geeft een enorme... Ja, druk. En je wilt ook op een of andere manier in dit vak wilde ook geliefd worden. Je wilt graag gezien worden. Je wilt dat iedereen je goed vindt. Maar dat is niet. En daar heb ik lang moeten over doen om dat te aanvaarden van... Je kunt niet voor iedereen goed doen. Kevin Janssens, bouwjaar 1979, maar toen nog als Kevin Roels. Kefke voor de vrienden, eeuwig gebiologeerd door de film, met een AAA-catalogus. Het begint met een figurantenrol in de familie Bakkeljauw. Heldhaftig in Windkracht 10 en daarna kwam het stevige werk. Koning van de Wereld, Dardennen en net geen 100 kilo zwaar in De Patrick. Theater ook met boezemvriend Mark van Eeghem. En op televisie, Vermist, Undercover en de eerste echte wolf in dit land als gemaskerde VTM-zanger. Womanizer van reputatie, schietschijf van de boekjes, maar soms een beetje alleen op de wereld. Er zijn weinig mensen die het weten, maar eigenlijk heet jij Kevin Roels. Ja, klopt, ja. Ja. Mijn mama is bij mijn biologische vader weggegaan toen ik 3 was. Dat was geen aangename man. Allee, geen aangename man. Die dronk veel en die was ook wel vrij agressief. En dan is hij vrij snel met mijn stiefvader samengegaan. En die is er nu nog altijd bij. En dan heeft mijn stiefvader op een gegeven moment, toen ik op studio zat, stelde hij voor, of samen met mijn moeder, om mij dan te adopteren. En ik had zoiets van, ja, oké, ik wil dat wel doen. En dan... Maar ik had nooit nog iets van mijn echte vader gehoord of zo. Hè. Maar ik heb dat toen wel gezien. We moesten naar de rechtbank dan, in Antwerpen. En die was daar ook. Je moest naar de rechtbank voor de naamswijziging. Ja, dus je werd er... Hij was daarbij aanwezig. Mijn stiefvader was erbij en hij was daar. Maar ik kwam toe en die bekeek mij niet. Die keek niet naar mij en ik werd ineens zenuwachtig. En toen is zijn moeder, dus mijn oma, naar mij, die kwam naar mij en die zei van, wat ben je aan het doen? Je beseft toch wat je aan het doen? Zei ik. Ik zeg, ja. Je kunt dat niet maken, want dat is uw vader dat er zit. Ik zeg, veel maar dat is mijn vader niet. Ik zeg, dat is mijn vader, dat is mijn stiefvader. Die heeft voor mij gezorgd in mijn leven. Ik heb nooit nog iets van mijn echte vader gehoord. Waarom zou ik het niet doen? En die heeft mij geen blik gegeven eigenlijk. En dan is het dan voltooid geweest. En dan noemde ik Janssens. En dan 2 of 3 jaar later, ik zat in mijn laatste jaar op studio en ik deed stage in het toneelhuis. En wij hadden première om te spelen. En ik was eerst nog over huis gegaan naar Stabroek en mijn mama zei ineens van ja, we moeten even spreken. Ik zeg ja. Ik zeg van ja, uw vader is dood, mijn biologische vader. Ik zeg ah ja, oké. Okay. Ik ben in een auto gestapt en ik ben keihard beginnen huilen. Ineens, oh. En ik kwam dan toe en ik moest spelen. En dan heb ik echt gewoon s'avonds dat verdriet dat ik had, gewoon gebruikt in die voorstelling. Ik had zoiets van, kom. Als je dan toch één ding goed kunt doen in mijn leven, zal ik het dan nu gebruiken voor die première. Dan heb je toch iets geholpen of zo. En van waar dan toch die ontroering als je 20 jaar... Ja, gewoon, dat is gewoon... Ik heb er heel lang mee rondgelopen of zo. Ik heb nog van dingen spijt in mijn leven. Waar ik het grootste spijt van heb, is dat ik die mens nooit heb kunnen vragen van, waarom? Waarom? Zijn ze zo geweest, waarom heb je dat allemaal gedaan? En
dat heeft voor mij ook gewoon in mijn relaties of zo, denk ik, is een heel groot ding geweest. Verlatingsangst, bindingsangst. Ja. Omdat die mens mij gewoon eigenlijk heeft gezegd van ik moet u niet hebben. Je denkt van, komt dat door mij? Ik ben misschien als kind niet goed genoeg. Of waarom? Je voelt je afgewezen. Maar je hebt het hem nooit kunnen vragen. Nee. Nee. Is het mijn schuld? Nee, maar dat zal ook, natuurlijk is dat ook niet mijn schuld. Die zal zelf ook met heel veel hebben gezeten. En zelf waarschijnlijk van dingen die het er niet heeft op kunnen lossen. En nice. Dat is veel moeilijk geweest, ja. Ja, de voetbal. Wij waren de slechtste ploeg elk jaar. Wij verloren met 17-3. 9-0. 1-24. Elk weekend. Je hebt het 15 jaar volgehouden. Vitesse Stabroek. Ja, was top eigenlijk. Hè. Maar ik zou het toch nooit ver hebben geschopt door mijn liesbreuken. Ik ben drie keer geopereerd geweest om dezelfde liesbreuk. Dus als ik baby was, heb ik een liesbreuk gehad. Dan heb ik er op mijn, toen ik sterren op de dansvloer deed, de finale, heb ik blijkbaar gedanst met een liesbreuk. En dan een paar jaar later heb ik er terug in gehad en hebben ze er eigenlijk via mijn buik geopereerd iets aan gedaan. Hoe loop je dat op? Mijn vader heeft mijn moeder ooit eens gestampt toen ze zwanger was van mij. En wanneer krijg je dat te horen? Ik heb dat verschillende keren in flarden gehoord, gewoon in mijn leven. Maar ik denk dat ik ook bewust altijd niet registreer. Of zo. Is het je redding geweest dat hij vertrokken is? Ja, ik denk dat het vooral mijn moeder haar redding is geweest. Dat vooral. Ik denk dat vooral mijn moeder dat ook voor mij heeft gedaan. Allee. En dat ze bij mijn stiefvader is geweest en dat ze ervoor gezorgd heeft dat ik nog goed in thuis had. Of dat het goed zou komen met mij. En natuurlijk ook met haar. Och man, ik vind dat wel heftig. Ach ja. Het leven is lijden, hè? Nee. Toch niet bij het lange ei. Nee, niet altijd. Niet altijd. Maar het hoort er wel bij. Maar in jouw geval is er iets te veel geleden. Goh, ja. Ja, misschien wel, ja. En daarin mis ik dingen wel ook zo. Iemand die mij heel goed kon lezen of mij rustig kan maken in mijn denken soms en in mijn vurigheid van was de Mark van Egem. Die kon mij echt met één zin, of als ik bij hem kwam, met één woord zeggen. Oh, dat was echt een soort van tweede vaderfiguur dan. En je luisterde? Ja. Maar je kon zo to the point mij zo raken of de juiste dingen zeggen. Nee, dat miste ik wel. Wij hadden een voorstelling Desperado en we gingen die normaal hernemen met Mark. We waren hem gaan bezoeken nog in het ziekenhuis, echt helemaal op het einde. Terwijl hij in zijn bed lag, zei hij van, ja, we gaan dat doen. Maar wij wisten van, je gaat dat niet halen, dat gaat niet gaan. En ik zat daar samen met twee andere collega's. De twee collega's waar we een stuk mee speelden nog. Er waren met vier. En wij zijn toen vertrokken vanuit het ziekenhuis. En we zaten in een auto met drie. Het was muisstil. En dan zijn we met drie beginnen wenen op.
dat was best wel intens. Als ik je terugvraag over 10 jaar, zit je dan een gezettelde, tot rust gekomen mens? Ik zou dat wel fijn vinden, ja. Ik kan alleen maar terugkijken, hoe was ik als ik 31 was? Is er veel verschil op? Ja. Ik had er graag tegen willen zeggen, doe eens even rustig. Alles is oké, alles is goed. Chill.